Goedemorgen, goedemiddag, of is het avond als u kijkt? Voor mij was het erg vroeg, want ik zie geen oorbelletjes bij mij, maar wel een bloemetje gelukkig in maart. Ja, dat is mijn handelsmerk, zeggen ze dan. Nou, er zijn zoveel handelsmerken. Prik ik heb je, maar dan heb ik je ook voor goed. Ja, dat doet er niks meer toe. Binnen nu en 2025, geloof ik. Dan zijn we er niet meer, er wordt voor alles gezegd. Nou ja, en gedaan. Maar voorlopig hebben wij nog wel een redelijk bestaan. Wat je redelijk noemt. Nou, allemaal een hele fijne maandag. Doei doei. Wij zijn er heerlijk hoor, erop uit. Totdat de hitte weer toeslaat. Het zal je kind maar wezen. Yeah. Je moet er niet aan denken dat ze verdwenen zijn. En alles is altijd gezegd, Trump die uitzet, Trump uit. Maar wij als wappies hebben het wakker gescheurd, dat alle kinderen die weg zijn ondergrond zitten, ja dus. Maar ach, Trump heb het nog niet zelf verteld. Misschien is hij wel de antichrist, die ons juist hebt misleid. Hij doet altijd één oog, hand naar voren, wijst hij. En dan die twee petten achter ze voren. Nou, ik geef mijn postje maar Vicky. Ik vertrouw alleen nog op mezelf en op mijn mannetje. Nou, hele fijne maandag dus. Doei doei. Goedemorgen, is het nog steeds en in de keuken bij mij. Ik heb hier een eitje, drie eitjes geklust voor Ines. Ja, en mij. Maar die doe ik lekker met een beetje roomboter erbij. En kijk eens, daar zit ook kleine stukjes. Ja, erbij. Nou, nu gooi ik dan in de pan. En moet je dan eens zien dan. Dan draai ik hem straks op. Maar eerst snij ik hem in tweeën op. En loop dan even mee. Kijk, zie daar op het bord. Ik had 10 bolletjes voor een euro. Die kan je niet daarvoor maken, toch. Ik heb hier salade. Ja, die kostte 70 cent in aanbieding, ja. Er zat de rode snijbiet en alle soorten salade bij. En nu ziet u het dan, die van mij. Dan ga ik weer terug, ja, in de pan. En dan draai ik hem even om. En dan doe ik dan met z'n allemaal. En dan doe ik er wat mozzarella om op bij. Nou, en dat gaat heel snel bij mij. Maar deze zijn nog niet klaar. De ene kant brandt altijd langer dan. Nou ja, goed, ik schuif ze dan op en dan komt het verhaal zelf weer op het hand. Nou, even kijken. Hoppa. Ja, dan zet ik hem even laag. Want de kaas moet smelten, ja. Even kijken wat ik dan doe. Ik zet hem gewoon op 1. Zoals het moet. Nou, dan zie ik hier al daar wat mozzarella op het ei. Wat zullen wij lekker smullen? Ja, Harina's en mij. Ik doe er wel even de deksel erop, want dan snelt het sneller, ja. Het hoeft ook niet zoveel, ja, het is meer voor de smaak alvaar. Oh, zit de gast al ook mee. Nou, die moet er ook even schoonmaken. Ja, ik heb weer wat anders gemaakt, maar dat is voor een ander van. Ik heb niet meer zoveel zin in koken. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik ben een beetje kookmoe. Dus ik zeg tegen die mensen, ik ga niet meer zoveel koken. Ik vind nou het eten ook leuk, maar ja, moet je wel wat centen voor hebben. En ik kan niet 2 vliegen in een klap doen. Nee, zo is het. Nou, dit is alweer bijna gaan en dan gaat het zo op het bord. En kijk eens op het bord, het ziet eruit als een mooie vlinder op het bord. Zo vlinderenvrij zullen wij allemaal mogen zijn. Nou, zo'n staartje erbij. Hoppa. En nog een sliertje erbij. Nou, voor zijn ogen. Nou, ik zou zeggen, bon appetit, verdienen ze meer. Goedemorgen, goedemiddag of avond als u kijkt. Maar voor mij is het nog ochtend heel vroeg, ja, in de tijd. Kijkt u wat ik heb gemaakt, dat is wat we gaan eten.
in de ochtend. Ik heb hier een mooi hartje met een smiley. Half smiley, hè, want we kunnen nu niet helemaal smilen in deze wereld. Nou, oogjes en dingetjes en neusje. Vinden jullie dat niet een bon appetit? En wat is het dan? Nou, dat ziet u verderop in een filmpje van Rina's. En natuurlijk ook van mij. Bon appetit, fijne maandag. Doei. Ik ga straks weer uit de kleren. Ja, niet voor de heren. En als er maar, er is maar één heer hier al. Maar die gaat nooit uit de kleren. Ja, als het zwembad is, dan duikt hij er even stiekem naakt in. Kijk eens wat ik hier achter hem heb staan. Ik doe ook mijn zwembad. Mag ik even omdraaien. Ik heb hier achter staan, ik had een meloen. Nou, je kent toch een gale meloen? Daar zitten toch van die drabberige pitjes in. Doe die maar gewoon op, in aarde, nieuw aarde. Doe er een laagje overheen. Nou, moet je kijken. Zo groot is het. Het is 14 dagen geleden geplant. Nou, hier heb ik dus mijn spessiebonen. Die heb ik gekregen van mijn sieperkindje. Dat is ook eentje uit Nederland. Nou, kijk, zie ze allemaal. Spessiebonen zijn dat. Wat was dat ook alweer? Even denken. Komkommer, ik was het helemaal vergeten. Komkommer. Nou, je ziet, dit is een komkommer. Dit is een spessieboon. Ik mag het er wel opschrijven. Dus zo ben ik aan het kweken. Maar zien jullie dat? Het ontspruit gewoon uit de grond. Dus de spessiebonen doen het nog. Vers uit de tuin. Nou. En of ik vers ben, weet ik niet. Maar ik kom wel uit de tuin. Ja, ik stond zelf bij de boom met een verboden vrucht. Ja, die appels zijn nog niet verkeerd gevallen. Sneeuwwitje kon het nog navertellen. Nou, wij worden straks ook met z'n allen met een schrik wakker. Ik ga straks lekker zwemmen. We hebben lekker gegeten. Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne dag. Restdag.